Audition de la Video 645. Ik werk als veiligheidsagent sinds 11 jaar. Maar nu ik papa ben geworden, zou ik meer aanwezig voor mijn kinderen willen zijn. En beginnen als zelfstandige in bijberoep. Ik ben naar Vlaanderen verhuisd wanneer ik vernomen heb dat ik kinderen ging hebben. Want. Ik wilde hun het aanleren van de taal als spelend vergemakkelijken. Eerder dan in Brussel te blijven en hun niet alle middelen te geven om te slagen en deze taal te leren. Ik woon in Vilvoorde. Men heeft me gevraagd een A2-getuigschrift in Nederlands te hebben. En ik heb een document. Op eer getekend dat ik binnen de twee jaar een niveau B2 zou hebben bereikt. Ik doe het niet alleen om als zelfstandige te beginnen, maar om mijn kinderen te kunnen helpen en hun noden beter te begrijpen. Voor mijn activiteit in bijberoep zou ik taxichauffeur willen worden. Ik heb alles wat nodig is. Er ontbreekt alleen een A2-getuigschrift. Mijn medisch onderzoek is drie maanden geldig. Men vraagt me dit niveau in drie maanden te bereiken. Terwijl ik nachtwerk doe van vijf uur namiddags tot zeven uur morgens. Als ik thuis kom, ben ik totaal uitgeput. Ik wilde van de maand maart profiteren om veel te studeren en vooruitgang te boeken. Er wordt me gevraagd alleen te begrijpen en een beetje kennis van het Nederlands te hebben. Vilvoorde is een prachtige en kalme stad. Ik zou er een klein huisje willen hebben.